375, reis ooswaarts uit Eastern Approaches, deur Fitzroy McLean, vertaal deur Hendrik Jansen. Met die trein wat stadig spoed optel, trek ons weg uit Gare du Nord. Die vrienden wat mij kom afsien het, het tot ziens gewaai en was bezig om weg te draaien. Die waans het geklak, klak, soos hulle oor die wissels beweeg het. En die bottels mineraalwater by die venster het saggies teen mekaar geklinkel. Gul was ons deur die somber, vaal voorstede van Parijs en het ons trein gladweg oor die deurdrinke landskap van Noord-Frankrijk gesnel. Dit was reeds sterk skemer, en in my compartiment was dit amper donker. Ek het nie sommer daar en dan die lig aangeskakel nie, maar eers uitgekyk oor die verbygaande modderige velde en druipende woude. Ek was onderweg na Moskou en van Moskou af was my plan, as dit menslik moontlik was, om na die Kaukasus in Centraal-Asië, na Tashkent, Bokhara en Samarkand te reis. Reeds terwijl ek die kleerloose deurweekte wereld daar buiten my venster beskou het, kon ek in my verbeelding die ruwe berge van Georgië sien en die groe woestyne, die groen oase en die sonverligte koepels en minarette van Turkestan. Skielik, terwijl ek daar in die halflig gesit het, het ek besonder opgewonde gevoel. Om verskeie redes was ek jammer om Parijs te verlaat. Dit was sy ideale pos vir die aanvang van 'n diplomatieke loopbaan, en die jare wat ek daar deurgebring het, was deurlopend gelukkig. Verder was dit ook een stap wat my welgeval het. Daar was die brede omvang van die Champs-Élysées en die Avenue de Beauvoir, die luisterrijke pracht van die Place Vendôme en die Place de la Concorde, die sonvergulde grys klipstene van die geboue, die groen van die bome, die lewe en gewoel op die strate, wat minder oorweldigend was en intiemer as die gedruis van die Londense verkeer. Op someraande was daar aangename wandelinge op die wal van die Seine, onder die bome, na die Île de la Cité, die huise van vriende met hulle koel gepaneelde kamers, die weerkaatsing van die ligte in die rivier, wanneer een mens in die aand huis toe gestap het. Maar nou het die tyd aangebreek vir verandering. Ek het altyd behaag geskep in kontraste, en kon daar na Parijs een groter kontrast wees as Moskou. Ek het iets van die weste gesien, maar nou was dit tyd vir die ooste. My kennis van Rusland en die Russe was hoofsakelik afkomstig van die charmante, misplaaste, wit-Russiese uitgewekenis van beide geslagte, wat in die nachtklubs van elke hoofstad in die wereld raak geloop kon word. En heiliglik was hulle goed verteenwoordig in Parijs. Van hierdie mense en van 'n paar Sowjetfilms wat ek in 'n klein communistische theater agter die Odeon gesien het, het ek, reg of verkeerd, die indruk gekry dat Rusland 'n mysterieuse en besondere kleurvolle werelddeel was, anders as ander lande, en wat ook 'n beter geleentheid vir avontuur gebied het as baie andere plekke. Verskuil in my binneste was daar die gedagte dat deur Moskou
die pad kon leiden naar Turkestan, naar Samarkand, Tashkent en Bokhara. Namen wat voor mij toe en nog steeds een weergaloze aantrekkingskracht gehad het. Dit was hoofdzakelijk die gedachte wat mij laat aanzoek doen het voor een verplaatsing naar Moskou. Allemaal met wie ik mijn plannen bespreek het, het mij vertel dat ik bezig was om een groot fout te begaan. Hij het mij verzekerd dat die Moskouse ambassade een doodloopstraat was. Die leven daar zou zelfs besadiger wees en heel wat zieldoender als die leven in Londen of Parijs. Ik zou geen Russen ontmoet nie en geen inzicht verkry in die ingewikkelde Sovjet-beleid nie. Wat Turkestan betreft, daar zou ik nooit uitkom nie. Hulle het gesê dat niemand van die afgelopen 20 jaar daar uitgekom het nie. Selfs voor die revolutie het die regering sy best gedoen om vreemdelingen weg te hou en om nou daarin te kon reis, was buiten die kwestie. Vooral vir 'n ambtenaar van die Britse regering. Hoekom bly ek nie liever waar ek was nie, tot ek in die normale gang van sake verplaas word na Rome, Washington of Brussels. Een geest van teenstrijdigheid was me altijd in sekere mate een rugsnoer vir my optrede. Hierdie goed bedoelde raad het my tot een vaste besluit laat kom. Die ambtenaren in die ministerie van buitenlandse sake het as verbaasde maar toch gewillige bondgenote opgetree, want ek was die heel eerste lid van die diens wat nog ooit gevraagd om na so 'n berugte onaangename pos verplaas te word. En hulle het die nodige voorbereidsels heel vinnig afgehandel. En so op 'n koue, ietwat treetserige aand in februari 1937 het ek myself heel gemakkelijk geïnstalleerd bevind in een centraal verwarrende eerste klas slaapwa op reis oorswaarts.